Ja, terwijl ik om tot rust te komen naar allerlei foto's van pushjes kijk en skate. Keihard Call of Duty zit een multiplayer, hè? Ja, ondertussen gebeurt er eigenlijk verder weinig. Ik moet even tot rust komen, ik heb het net al gedaan. Ik zit de hele dag een beetje de verschillende modi te checken van Call of Duty Ghosts Online. En dat is leuk, het is leuk, een beetje de maps verkennen. Kut campers! Ja. Skate gaat dit jaar niet kamperen, want hij haat campers. Nou ja, dat is wel heel frustrerend onderdeel nu al. Weet je, die game is net vandaag uitgekomen. En overal zitten al mensen te wachten in duistere hoekjes. Waar andere mensen lopen, ja, waar andere mensen spawnen. En dan ben je meteen weer de lul. Dat is echt wel heel frustrerend. Eigenlijk brengt het heel veel frustratie met zich mee. Ik wil het gewoon lekker rondrennen, lekker schieten. Maar er zijn altijd weer van die gasten die zijn zo bizar, extreem goed. En dan ja, je hebt nog geen schot gelost of je hebt alweer een dolk in je bast. En dat kan best frustrerend zijn. Maakt verder niet uit. Het is een hele vette game. De multiplayer is tof. Daar, nou ja, dat moet ook wel natuurlijk. Weet je, die singleplayer die is een uurtje of 5, 6, ben je er wel heen. Die multiplayer die brengt uren meer vertier met zich mee. Of niet? Wat? Zo mee, ja. Nee. Nee, ik ben het niet helemaal met jou eens. Dat de multiplayer, pas op, uren vertier met zich meebrengt. De multiplayer. Maar dan is het inderdaad wel zo, inderdaad niet met die guys die lopen te campen en ja. Ik haat Team Deathmatch, ik haat het. Ik heb een objective nodig gewoon om naartoe te kunnen lopen. Maar dus dat vele uren speelplezier zal opleveren, ik ben er nog niet helemaal over uit, Pascal. Nou ja, dan kom je pas achter nadat je er al vele uren speelplezier hebt ingestopt. Dan kun je dat voluit concluderen. Weet je wat het ding is? Wat is het ding? Black Ops 2 had ik al vrij snel het gevoel van, hier zou ik wel eens heel veel tijd in kunnen gaan steken. Ik heb dat met deze game, net als met Modern Warfare 3 toen al, heb ik dat wat minder. Dat komt deels ook door de hacks, de glitches, de bugs die er al in zitten. Ja, day one. Payback killshot ondertussen. Payback, maar ook ja, de hele feel van de game. Het is natuurlijk wel de Call of Duty. Maar ik weet het gewoon nog niet helemaal. Ik heb nog niet dat euforische gevoel wat ik in het verleden wel had, weet je wel. Misschien moet dat nog komen. Maar ik vrees het ergste. Ik denk dat nu echt wel een beetje de... Er is niet zoveel vernieuwing meer en dat is op zich nooit erg geweest in de afgelopen jaren. Call of Duty reeks is niet de serie die zich kenmerkt door verschrikkelijk fantastische vernieuwingen elk jaar weer. Nee, maar je moet ook niet al te veel vernieuwen. Wat zou een vernieuwing moeten of kunnen zijn? Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Maar... Weet je, als Ferrari elk jaar met een kickers vette Ferrari uitkomt, dan blijft er nog steeds een vette kickers Ferrari. Zo simpel is het. Ja, of er nou een bekerhouder in zit, ja of nee? Ik ben inmiddels op het punt aangekomen dat ik toch iets meer verwacht van een Call of Duty van een Call of Duty game. Kijk, een hondenanus. Ja, kijk, nou, een hond die zweeft. Een zwevende hondenanus. Je maakt het gewoon mee. Nou, dat vind ik toch een vernieuwing van je welste eigenlijk. En dat heb ik nog niet eerder in een game gezien. Sowieso weinig games waar honden een leuke rol in spelen. Een herdershond in Call of Duty Ghost. Ja, daar kun je het mee doen, vooruit. Ik denk dat ik nu gewoon wel eerlijk kan stellen dat ik een... Als ik Infinity Ward en Treyarch naast elkaar zet, dat ik een grotere fan ben van de Treyarch games. Ik denk dat ik dat nu wel kan stellen. Ja, eigenlijk zouden die twee studio's... Ik vind het ook raar, weet je. Waarom moet het ene jaar de ene studio die game maken en het andere jaar de andere in? Voeg die twee gewoon samen. Er zit er een microfoon in. Ja, tuurlijk. Fucking hell, man. Dat is niet de bedoeling. Nou, zitten er mensen met... We zetten hier even uit. Daar. Ja, zitten ze gewoon even de review live mee te luisteren. Ja, dat krijg je, hè, moderne technologie. En zo zie je het meer. Bam, deksel op de neus. We gaan dit nog wel heel wat uurtjes geven. Dat is een pen. Ik ga er sowieso nog de komende weken veel regelmatig mee aan de slag. Minder dan met de voorgaande games, denk ik. Zodat ik ook iets meer tijd kan besteden aan andere dingen die er ook toe doen. Want als ik op een gegeven moment steeds 30 à 40 pure speeldagen in een jaar steek in een shooter, dan is er iets niet helemaal oké, hoor. Nee, echt. Dus dat.